Nou, Jimmy the Gent, zoals je hier kunt zien, was in werkelijkheid James Burke. Hij had een bijnaam, Jimmy the Gent. Jimmy the Gentleman. En hij kwam van de Lucchese crime family. Deze man die komt ook voor in een soort gekuiste versie, want in werkelijkheid was het een van de meest meedogenloze en wrede psychopaten aller tijden. Hij komt in een soort gekuiste versie komt hij voor in de film Goodfellas. En daar wordt hij gespeeld door Robert De Niro. Jimmy the Gent die organiseert onder andere in de jaren 70 organiseert hij de Lufthansa heist. Dat is een overval. Was dat in New York op Lufthansa en ze komen er met een enorme klap geld komen ze er tussenuit. Jimmy the Gent, oftewel James Burke, waarschuwt zijn crewmembers en zegt: luister, doe geen gekke dingen. Laat de storm eerst gaan liggen. Koop niks. Doe geen vreemde aanschaffingen. Pronk niet. Act normal. Het duurt nog geen paar weken of dan komen ze bij elkaar en al zijn crewmembers eigenlijk, de mensen die betrokken zijn op de een of andere manier bij die heist, die heeft een nieuwe bontjas voor zijn vrouw gekocht. De ander die rijdt in een splinternieuwe auto. En dan die Jimmy die Gent die ontsteekt in woede. En die gaat voor ze staan en die zegt: didn't I tell you not to buy anything? Heb ik jullie niet gezegd dat jullie niks konden kopen? Didn't I tell you to lay low, act normal? What's wrong with you? What's wrong with you? What the fuck is wrong with you? What's wrong with you? En hij wordt steeds dwingender. En die vraag, die in Goodfellas zo meesterlijk neergezet is, die scène door Robert De Niro, die wil ik jullie stellen nu. Vandaag. What's wrong with you? Wat is er fucking mis met jullie? What's wrong with you? Ask yourself that fucking question. Waarom verlang ik dat jullie je die vragen stellen? Omdat jullie tot nu toe niks beters weten te doen dan mijn video's te liken, te sharen, ze te deponeren in groepen. Maar waar zijn jullie? Where the fuck are you guys? Waar zijn jullie? Is het nog mogelijk in dit land om van de grond te komen? Is het nog mogelijk, mensen? That's the question. Jullie kunnen het blamen op de chemtrails. Je kunt het voor mijn portie blamen op de overheid. Op Mark Rutte. Geef het Geert Wilders de schuld. Of schuif het in de schoenen van de moslims. But I will ask you this fucking question. What's wrong with you? Want jullie zitten hier maar over veranderingen te zeiken, genocides aan te kaarten, de meest afschuwelijke dierenmishandelingsvideo op de startpagina te gooien, doodsteken en leksteken van kamelen, het verscheuren van honden. Zogenaamd allemaal bedoeld om de mens bewust te maken van de evil. Hè? Het evil, het kwade wat over deze wereld gaat. Well, I'm over fucking whelmed, ladies and gentlemen. We weten het nu wel. We weten dat deze wereld zo verrot is als het maar kan. De maffia weet het. Zelfs fucking James Burke wist het. Hoe de zaken in elkaar staken. En dat was een psychopaat. En nu willen jullie mij vertellen dat je elkaar nodig hebt om de hele tijd maar die gierkarren over elkaar uit te storten. Share and like. Become a member of this group. Become my Facebook friends. Like my page. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. What's wrong with you guys? Wat is er mis met jullie? Wat is er fucking mis met jullie? Maar dit keer ga ik niet weg. De Camano's gaan niet weg. We want your money. That's right. Wij willen elke maand 1 fucking euro. En vertel me niet dat je er niet aan kunt komen. Stuur ons die kaart. Zet je naam onder deze video. Dan weet ik dat je meedoet. And I expect a fucking card from you. Want als jullie verandering willen, word dan eens die verandering. Kom eens uit die fucking luie stoel vandaan. Ontstijg je depressie. Ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen: weet je wat het probleem is met deze informatie, Capelle? Deze informatie die leidt tot een ontwaken. En als je één keer ontwaakt bent, dan kun je niet meer terug. En je wordt ook helemaal... Ja, je valt eerst in een soort van zwart gat. Oh ja, is dat zo?
Waarom gebeurt dat dan alleen zo extreem in Nederland? That's the question. Want in het buitenland, op de buitenlandse forums, staan wij als de meest belachelijke Sinterklaasen te boek. Als het gaat om de zogenaamde strijd tegen NWO en Illuminati. Een aantal mensen hebben mij gevraagd, Capelle, tell us something more, tell us what you saw in prison. Vertel ons eens wat je hebt gezien die dag op 11 september. I will do that as well. Ik beloof het jullie, ik kom daarop terug. En natuurlijk is het belangrijk om te weten dat 9/11 één grote fucking inside joke was in plaats van een inside job. Het was geen job, het was een inside joke. Een grap, een grap. En het volk staat erbij, lacht erom en accepteert al die leuzen. 9/11, the day that changed the world, well did it. De volgende dag gingen de Amerikanen al aan het werk. Werden ze gesommeerd om weer aan het werk te gaan en net te doen alsof er niks gebeurd was. Ze hoefden alleen maar de stof van 2000 gecremeerde zielen van hun etalage ruitjes te poetsen. Get the fuck out of here. What's wrong with you? Ask yourself that question. En wat is er mis met jullie Nederlanders? Wat is er mis met jullie? Want jullie zijn de meest extreme, onveranderlijke, onbuigzame ja-knikkers aller tijden. Die ik hier ooit ben tegengekomen op dat hele godvergeten internet en Facebook. De alternatieve media, wat een lachetje die bewustwording. Wat een lachetje. Als de uitkomst van bewustwording deze criminele apathie is. Als je dan toch al crimineel bent, dan join us. Als je dan toch een crimineel bent in het niks doen. En als je dan toch wilt toekijken hè, en dat eurotje wel kunt missen. Join us, you fucking fucks, misfits. Kom erbij. Do something. Sta eens een keer voor elkaar op. In plaats van de vuist naar de hemel te ballen. En de New World Order de schuld te geven. Jullie zijn de oorzaak dat er hier niks verandert. Dit zou de overheid nooit af kunnen dwingen, niet af weten te persen, als we hier niet zouden zitten met dit onderdanige, buigende, hielenlikkende verradersvolk. En zo noem ik het, en het is voor mij niet anders. We kunnen hier uitkomen, mensen. We kunnen hier uitkomen. Niet door volgens de regels te spelen. De regels? The rules made up by those gangsters. James Burke is een brave man. Vergeleken bij het soortje dat ons regeert. Dan is James Burke. Daar wil je bij op vakantie. Die moet je vertrouwen. Dat is een soort messias. Snap je? Het is een weldoener. Vergeleken bij wat hier dit volk wordt aangedaan. Change. And ask yourself that question. Die vraag die James Burke ooit gesteld heeft. Jimmy the Gent. Didn't I tell you? What's wrong with you? What the fuck is wrong with you?